raar komen is voor mij wel een ding. Vroeger trok ik me zo vaak af. En dan heb ik mijn vibrator zo. Dit was lekker. Seks. We lijken er geen genoeg van te krijgen. In Sexperts delen verschillende soorten sekswerkers daarom hun verfrissende blik op seks. Ze geven tips en tricks en delen hun eigen hete ervaringen. En vandaag hebben ze het over klaarkomen. Voor mij voelt een orgasme denk ik wel anders vergeleken met andere meisjes, omdat ik geen vagina heb. Jezus, ik kan het niet eens voor mezelf uitleggen. Dat is een goeie. Intens. Je hebt eigenlijk de hele tijd ben je aan die spanning aan het opbouwen en aan het doen. En dan ineens, zodra je klaarkomt, dan is het echt van... dit was lekker. Het maakt vaak gewoon een beetje rare, schokkende bewegingen. Voelt gewoon heel fijn. Waar ik het beste mee kan vergelijken, als je echt heel nodig naar de wc moet. En je houdt het in, je kan maar niet plassen. En op een gegeven moment ga je dan plassen en dan... ja, weet je wel. Verlossen. Ja, ik weet niet, het voelt gewoon relaxed. ja, weet ik niet. Moet je even mijn film kijken? Ik denk dat ik gewoon een beetje zo'n raar gezicht trek of zo. Ja, ik zit ook vaak zo dan. Ik zou niet weten wat mijn klaarkomgezicht is eigenlijk. Nee, ik denk echt dat het zo'n soort van gorilla-achtig hoofd is. Weet je wel. Wat is een gorilla-achtig hoofd? Zo. Oh, zo ja. En dan heb ik mijn vibrator zo. En dan trek ik gewoon iets van een... zo'n gezicht. En dan schrok ik echt een beetje. Als ik klaarkom bij een klant is het... En als ik klaarkom zelf is het... En dan kom ik echt klaar. Nee, ik kom dus niet altijd klaar tijdens de seks. Thuis altijd. En in een pornofilm dus niet altijd. Dat is afhankelijk van de scène en de productie. Soms, het lukt gewoon niet. Omdat je hebt te veel gedronken. Of te veel gerookt. Ja, dat kan gebeuren. Ik kan ook heel erg van seks genieten zonder klaar te komen. Seks met klanten kom ik eigenlijk 99 op de 100 keer niet klaar. Seks in privé, is dat afwisselend? Ik heb ook met meisjes seks gehad die niet klaarkomen. Die vervolgens echt tegen me zeggen van, nou, het was echt geweldig, weet je, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ja, dat kan gebeuren. En de ene komt ook makkelijker klaar dan de ander. Klaarkomen is daar zo'n klein onderdeel van voor mij. Dus ik heb er zeker wel moeite mee af en toe. Maar dat is niet per se iets ergs. Ik kan niet specifiek zeggen dat het er eng was, maar ik denk dat dat toch wel orgasmes tijdens seks zijn. En niet per se orgasmes tijdens masturbatie. Ik denk en clitoralis klaarkomen terwijl een man in me zit. Soms heb ik dus zo dat ik zeg maar niet echt maar klaarkom met sperma of zo, maar dan alleen uit mijn buik. Ik ging heel erg te trillen en heel erg geluidjes te maken. Heel hoge kreun ook eigenlijk. Niet echt maar gewoon wel. Masturberen kan je heel relaxed doen. En als je seks hebt samen, dan... zit er gewoon toch een stuk meer passie bij. Ik had nog nooit gemasturbeerd. Ik wist ook niet wat het was. Op een gegeven moment lag ik in bad. En toen had ik de douchekop losgeschroefd. En dat had ik tegen mijn penis aangezet. En dat gaf een heel apart gevoel. En op een gegeven moment kwam ik klaar. En eigenlijk doe ik dat nog steeds heel vaak. Gewoon de douchelang losdraaien. En de harde straal op je klit of penis neerzetten en je hebt echt het beste klaarkomgevoel ever. En dan kan het echt gewoon blijven gaan voor 5 à 10 minuten. En dan kom ik niet eens klaar met sperma of van iemand mijn pik of zo, maar dan voel ik het, is het hier gewoon zo gevoelig in mijn buik. Minder dan 10 keer gehad in mijn leven. Maar die 10 keer, waren echt geweldig. Absoluut, ja. Nee, gewoon nee. En soms moet je dan ook gewoon zeggen van ja, oké, het lukt niet. Ik heb wel moeite om klaar te komen omdat ik aan de hormonen zit vanwege mijn transitie. Ik kan maar op 2 manieren eigenlijk klaarkomen. Die ene is doggy. En die andere is als ik inderdaad gewoon bij mijn prostaat gestimuleerd word tijdens het seks of zo. Als ik bovenop zit en het meisje gaat zo over mijn prostaat heen, om mij zo netjes te zeggen. Ik kom eigenlijk alleen klaar als ik het zelf doe. En soms heb je gewoon geen zin om heel veel moeite te doen met je handen erbij of een vibrator erbij pakken of andere speeltjes. Dus dan is alleen seks al genoeg. Dan hoef ik niet per se een orgasme te hebben om ervan te genieten.
Vroeger trok ik me zo vaak af. Echt, toen ik echt 13 was of zo. En daarvoor ook al. Trouwens, ik trok me al echt af op mijn 9e of zo. En ik was toen al gewoon geil. En ik weet nog heel goed, toen ik was me aan het aftrekken. En er kwam gewoon nooit sperma. Tot mijn 12e kwam gewoon geen sperma. Als ik klaar kwam, er kwam gewoon geen sperma uit. Maar ik deed vroeger zo vaak. En het haalde ook een beetje mijn zin weg. Je hebt dat hele passie en het verlangen is weg. En daar hou ik juist zo van met seks. Niet heel vaak. En je hebt de 15 keer dat ik het fake. Nee, ook niet in de porno. Soms. Nee, soms. Hoe ik het fake is door te zeggen dat ik hormonen heb, dus niet klaar kan komen met zaad. Dus dan acteer ik dat ik wel klaar ben gekomen eigenlijk. Soms vind ik het niet nodig om het te faken. Dan zeg je gewoon van ja, ik kan niet klaarkomen vandaag of ik wil dit niet. Of ik doe gewoon niks wat mij klaar zou laten komen. Vind je ook wel eens dat je soms te snel klaar komt? Nee, eigenlijk nooit. Ja, tuurlijk. Ja, ik heb wel eens gehad dat ik te snel klaar kwam. Te snel klaarkomen niet. Ik kom eigenlijk niet heel snel klaar. Soms wel, ja. Strijden tegen de klok. En dan als hij dan zelf gewoon heen en weer gaat en zo, dan kan ik het alweer niet zo inhouden op zo'n moment. Dus dan is het al zo moeilijk. Dan moet zij echt helemaal stil blijven liggen en ik echt heel rustig gewoon zo. Het is gewoon geen doen. Dan kan haar beter gewoon tik en gewoon hey. Het duurt voor mij toch altijd wel even om er naartoe te werken. Het is niet meteen speeltje erop, oh van wat de fuck, ik kom nu in één keer klaar. Daryl, doe zo snel mogelijk een condoom om die banaan heen. Oké. Okay. Let's fuck.